Het valt te betreuren dat er niet in elk democratisch land sprake is van democratie. Gelukkig kan Suriname anno 2022 volgens meester Moira Fernand Breidel in de praktijk nog praten over democratie. Wereldwijd wordt er vandaag, 15 september, stilgestaan bij de toestand van de democratie in de wereld door de Internationale Dag van de Democratie. Fernand Breidel is er blij om dat op deze manier meer bewustwording wordt gecreëerd over dit begrip. Nou, ik vind het heel goed, heel bijzonder dat er een speciale dag is uitgeroepen. Omdat we dus eigenlijk ook meer kunnen gaan werken aan die democratie. Maar ook aan een verbeterde democratisch staatsbestel. Ja, waarbij eigenlijk het volk zijn stem blijft behouden in het geheel. Democratie betekent heerschappij van het volk. In Suriname heeft het volk nogal zeggenschap in het besluitvormingsproces. Dat is te merken aan de manier waarop bijvoorbeeld de volksvertegenwoordigers worden gekozen. In de praktijk is er eigenlijk, er kan geconstateerd worden dat Suriname positief staat tegenover die democratie. Waarom? Omdat er nog steeds volgens de democratische... nog steeds volgens het democratisch staatsbestel gewerkt wordt. Als we kijken naar de regering, parlementariërs, ja, deze worden nog steeds volgens de democratische gestelde regels gekozen. In het verleden was er geen sprake van volksvertegenwoordiging, waardoor het volk rechtstreeks deelnam aan het besluitvormingsproces. Daarom moet democratie volgens Fernand Breidel nu wel worden gevierd.